is hier alweer een trein. Wij lopen de 5 kilometer, dus wij moeten om 6:30. Maar ja, ik heb er 1 van de 5 en 1 van de 10. Dus ja, ik moest hier toch aanwezig zijn. Maar waarom ga je dan niet de 10 lopen? Dat vind ik iets te veel voor mij. Zij kan dat niet. Oké, okay. Je bent wel heel erg eerlijk, hè? Ja. Die nou pas gaan lopen, de 10 kilometer die is al onderweg, hè? Ja? Oh. Nou, dan gaan we nu lopen. Of waren jullie al van plan om mee te gaan? Ja. En gaat het allemaal nog een beetje? Ja, helemaal begonnen. We zijn nog niet begonnen. Is het vandaag voor jou de eerste dag dan? Nee, tweede. Oh, maar dan is het voor jou een makkie. Wie doet het nu voor de vierde dag? En hoe zijn die andere 3 dagen verlopen voor jou? Pijnlijk, want ik was bijna aangereden. Door wat? Door een auto. En hoe heb je dat kunnen voorkomen? Sam heeft me aan de kant getrokken. Ik heb er aan de kant getrokken. Dus jij bent eigenlijk een held? Ja. Nee. Ben je alleen met je vader hier? Ik heb toen net even mijn zus weggebracht. En nou is het vandaag de 4e dag. En hoe is het tot nu toe verlopen voor jou? Goed. Nergens pijn of blaren of zoiets? Nee. Jullie lopen helemaal vooraan nog. Eigenlijk tenminste bijna vooraan. Lopen jullie zo hard? Ja. Eigenlijk een beetje door de vader van Noor. Want die wil er het. Wie is Noor? Dit is hem. En ik ben de vader. Ben Noor. En jullie lopen nou heel hard vooruit. En waarom gaan jullie zo hard eigenlijk? Waarom niet met de hele groep mee? Omdat we vooraan willen lopen. Ja. Waarom doen we dat? Ja, als je stopt te praten en alles doen is helemaal. Wij moeten iets aan mijn haren doen, een beetje sport. Hier is niet zo druk, want daar loopt iedereen op zo'n kluitje en hier kunnen we gewoon lekker met z'n allen langs elkaar lopen. Ja, en hier kan je ook rennen. De 4e dag, lukt het allemaal nog dan? Jazeker. Nou, het gaat net, de Vins. Gaat net. Ja. Ja, het lukt wel. Wij houden het wel vol. Ja. Dan ben je toe aan een gewone 4-daagse? Nee, ik ben eigenlijk toe aan een Prosecco. Ja. Welke groep zitten jullie? 7. Dezelfde school? Nee. Dus hier is een samenwerking tussen 2 scholen? Ja. Zijn jullie vrienden? Ja. Dan moet jij mij eens eerlijk vertellen, hè. Wat is er nou zo leuk aan hem? Hij is wel grappig. Hij is heel grappig. Dan moet jij mij eens vertellen, wat is er nou zo leuk aan hem? Hij kan goed spelen. Spelen, wat spelen? Smikkelberen. Het is een heel leuk avondvierdaagse. Ja, het is wel gewoon leuk. Het is best vermoeiend. Ja, maar gewoon doorzetten. Ben jij zo'n doorzetter? Ja. Ja, echt heel leuk. Zo zie je er ook echt uit. Wat zei je? Zo zie je er ook wel uit dat je een doorzetter bent. Welke groep zit jij? Groep 8. Nou doet het een beetje. Nou, dan gaan we even naar de muziek luisteren die... Muziek, maar gewoon dat we gewoon leuk met vrienden kunnen lopen en zo. Daar gaat het dus eigenlijk het meest om. Ik zie jullie hier gezellig met z'n 3'tjes lopen, maar het lijkt toch een beetje dat jullie moe zijn? Nee, wij zijn niet moe. Nee, dat zijn we niet. Nee. Volgens mij gaat het niet goed meer met je. Net niet, nee. Hoe is het gebeurd? Mijn vrienden die gingen een beetje met takken gooien waar ik allergisch voor was. En dat vond ik heel erg vervelend. Oh. Toen werd ik een beetje boos. Oké, ik zie het aan je gezicht. En hoe is het nu? Ja, goed. En hoe krijg je dat nou weer weg, dat je die boosheid niet meer hebt? Mijn vrienden die kwamen eraan en zeiden, kom even mee. Maar als je druk wordt, dan houden wij je wel even vast. Maar dat is helemaal niet nodig geweest. Ik heb het gewoon weer goed gemaakt. En zo is het eigenlijk verder gegaan. Ben je ook van Angela's school? Ja.
En waarom heb je niet zo'n mooi rooi shirtje aan? Omdat dat niet per se verplicht was, zeg maar. En dan wil je niet mee in een rood shirtje? Oh nee, en ik vergeet hem elke keer, want ik ben elke keer te laat. Is dat altijd zo bij jou? Ja. Dan moet je mee uitkijken als je al te laat bent, hè? Op een gegeven moment hoor je het niet meer bij, hè? Ze heeft ook een heel mooi ding op het magneetbord dat ze altijd te laat is. Maar dat ze wel altijd mooi arriveert. Dus. Maar één ding vind ik wel. Jij bent tenminste eerlijk. Anderen zeggen het niet, maar jij zegt het. Ja, je loopt, iedereen loopt alleen en jij loopt in een karretje. Waarom neem je een karretje mee? Dat is de catering. Laat mij eens zien wat erin zit. Er zit water in en snoepjes en pakjes. En verder niet. Hoe is het gegaan vandaag? Goed. Het was een beetje zwaar. Ja, vind je het moeilijk? Ja, soms wel. Ja. Doe je aan sport? Ja, 6 keer in de week. En dan vind je het nog zwaar? Ja, een beetje wel. Wie doet er nog meer aan sport? En welke sporten doen jullie allemaal? Zwemmen! Wacht even. Wie doet er zwemmen? Wie doet er zwemmen? Wie doet er hockey? Wie doet er volleyballen? Wie doet er voetballen? Vertel mij nou eens waarom dat de Molenwijk school zo leuk is. Ik vind het wel een leuke school. Je hebt ook andere dingen dan normaal andere scholen. Noem eens één ding. Elke maandag heb je een opening. En dan ga je vertellen over de week. En het is een Jenaplanschool. Ja, één groep 6. Maar wat is dan zo belangrijk om te weten van de Jenaplanschool? Dat het heel erg. Het is een andere leermethode dan andere scholen. Hey, wat vinden jullie dat geen aanstellers, die school daar? Heel erg. En waarom zijn het aanstellers? Omdat wij gewoon beter zijn. Ja. 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 Op de week. En waarom zijn jullie beter? Nou, Angela's school is altijd beter. Dus. We hebben gewoon een leuke school. Ja. We hebben de grootste school van Bokstel. Maar wat is nou het allerleukste van die school? We zijn het rijkst. Het is een hele grote school is het gewoon. En we hebben hele fijne klaslokalen. En we hebben, wij hebben het grootste klaslokaal van heel de school. En we hebben hele leuke meesters en juffen. Mrs. Aan is geweldig! Zouden jullie iets tegen jullie meesters of juffrouwen willen zeggen? Ja. Ze zijn de beste meesters en juffen van de hele wereld. En bij wie is dat? De Beemde. Maar wie zouden jullie de groeten willen doen? Meester Hans. Meester Hans. En waarom zou je meester Hans de groeten willen doen? Omdat hij van ons omdat hij weggaat. Gegaan. Ja, want je hebt nog over, hè? Ja, maar dat delen we dadelijk nog even uit. Mag je er hier eentje in stoppen? Maar hoeveel heb je omgezet vandaag? Ik denk 103. Dat is het? Ik denk 300 euro's. Bekertjes. Oh, bekertjes. Ja, 300 bekertjes, denk ik. Bos bloemen. Ja, dat klopt. En op wie staat u te wachten? Op mijn kleindochter, Ise. En welke afstand heeft die gelopen? 10 kilometer. Ze is 11 jaar. Trotse oma. Zeer trots. Ja.
Wat doet de wensambulance dan maar even, want dat is denk ik dan wel goed om dat de kijkers even te laten horen. Nou, wensambulance Brabant, wij hebben 4 ambulances. Die staan in heel Brabant, van Bergen op Zoom, Waalwijk, Bokstel en in Helmond. En wij brengen hele zieke mensen, die niet of nauwelijks kunnen lopen, die brengen wij overal naartoe. En die halen we op in Brabant, die halen we op in Zeeland en regio's daaromheen. Waar geen wensambulanceverenigingen zijn. Dus we gaan ze een beetje tot Geldermalsen. We gaan een klein stukje België in. En we rijden overal naartoe in Nederland. En ver erbuiten. Maar als jullie daarmee rijden. Wat zijn dan de wensen die de mensen hebben? Gaan ze dan op familiebezoek? Of wat? Leg mij eens uit. De gekste dingen. Van vrienden en familiebezoek. Maar waar een meneer zijn vrouw ontmoet heeft. Of een pilsje drinken met zijn... Met vrienden. Ik ben vandaag toevallig met een meneer ben ik naar Hedel geweest. Die heeft in een jachtwerf gewerkt. Die wil op die botenwerf gaan kijken. Heel eenvoudig en heel sereen. Ik bedoel helemaal niet, helemaal geen opgeklopte dingen. Heel eenvoudig. Fantastisch werk doen jullie. Dankjewel. Ik ben er echt van onder indruk. Ja? En je vertelt het heel mooi. Dankjewel. Hey, en ik hoop dat je ons nooit nodig hebt. Hebben jullie de route uitgereden? We hebben dit stuk gereden, ja. We hebben ons laten rijden. Wat hebben jullie? We hebben ons laten rijden. Ja, ja. Lekker makkelijk, hè? Vermakkelijker, maar ja. En ik zie dat jullie ook allemaal vastzitten. Hoe komt dat? Anders lopen we weg. Als de enige manier ons in bedwang te houden, zie. Ja, ja, natuurlijk. Ben je dan zo'n wilde? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik was te oud voor Afrika. Na 25 jaar in Afrika moest ik terugkomen. Ik had daar liever gebleven, hoor. Maar ja. Heb je het leuk en in je zin gehad? Ja, heel leuk. Heel leuk. Heel gezellig. Nou is het een beetje lawaaiig. Een beetje lawaaiig. Maar dat hoort erbij. Straks gaat er een mooie prijs uitgereikt worden aan de wensambulance, ja. Aan Barry van Brakel. Ja. Hoe zijn jullie toegekomen om dat doel van de wensambulance uit te zoeken? Dat komt dat wij de 45ste avond, vierdaagse, en toen dachten we laten we eens iets leuks doen. En toen ik had met Barry staan praten. Ricky had in Den Bosch staan praten en zodoende kwamen wij samen tot de wensambulance. En we hebben eerst al een tombola gehouden in februari met de winterwandeling. We hebben in mei met de Campinatocht hebben ook een tombola gedaan. En we hebben nu van iedere deelnemer 25 cent meer inschrijfgeld. Dus zodoende, en we gaan dat direct onthullen. Een nulletje. Een vijfje. Een drietje. Hey! 1350 euro hebben wij opgehaald. Applaus voor jullie allemaal. Ik ben heel erg blij. En waarom? Want een gemiddelde wens die wij rijden, een binnenlandse wens, kost 200 euro. We hebben hele kundige mensen. En hele kundige mensen hebben dat uitgerekend. Dus we kunnen 7 ritten, gratis en voor niks, kosteloos, kunnen we uitvoeren.
Hoe vind je nou dat je gewonnen hebt? Heel fijn! Had je erop gerekend? Ja, op zich wel. We hebben vaak gewonnen, dus. Jullie zijn gewoon de beste, dus? Ja, wij zijn de beste. Ik ben trots als een Fries. En de beautiful zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in de stille stad. Ik heb eigenlijk nog nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen die samen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. We zijn nu dag 4, alles is afgelopen. We zijn even op een rustige plek gaan zitten. En het was weer een groot succes. 4 dagen lang, prima weer. En ja, beter kun je het niet hebben. Net de prijsuitreiking gehad. Petrus School nummer 1. En ook de wensambulance heeft weer een prachtige prijs gekregen. €1350. Wat wil je nog meer? Ik denk, op naar het volgend jaar.